Bij de belofte was daar spanning? Wel, ik kan u zeggen, ja, goede start van Dekker. Het is zoeken naar Iserby, die is hier na Tupalik op plaats 4. En waar is onze vriend Pidcock? Ja, die is wat verderop geraakt. En kijk, hij heeft een scheurtje aan de rechterkant. Is daar ten val gekomen in de openingsfase. Je ziet Iserbiet naar voren schuiven, maar Tupalik doet dat ook. En Pidcock is een achtervolger toe. En dat duurt wel een poos voordat hij in zijn ritme komt, maar het is een klasbak. Hij vindt dat ritme wel. Van ritme gesproken, hij, Tupalik, doet dat uitstekend. Hè. Gaat er stevig vandoor. Iserbiet kan dat tempo of wil dat tempo niet volgen. Dan zien we Yannick Peters, Thomas Joseph in de achtergrond. Maar dan komt Iserbiet onder stoom. Hij heeft voortdurend een mikpunt. En dat mikpunt is wel in hoogvorm. Tupalik wordt ingelopen. Dan zou je zeggen, Iserbiet die gaat er meteen op en over. In Babikoven kennen ze hem door en door. Het is een karaktermannetje, maar dan zie je dat Tupalik weerbaar is. Net iets ouder, naar de 22 toe. Hij nog altijd een twintiger. Dan komt daar de jongen van 18, die komt uit de achtergrond, de Pidcock. En dat is het gevaar. Een wissel, dan denk je, oh, op dik anderhalf ronde van het einde is Tupalik ermee weg. Zeker, heeft een voorsprong opgebouwd van weer een seconde of 10. Pidcock komt bij Iserbiet. Had Iserbiet een wat minder moment, maar daar gaat Pidcock wisselen. Iserbiet rijdt gewoon door. En Pidcock zal nooit meer bij Iserbiet geraken. Dan is er nog één vraag. Wat met deze Tupalik? Is die nu helemaal buiten schot? Nee, u voelt dat dat niet het geval is. Hij sukkelt, maakt fout na fout. In het slijk komt hij wat minder voor de dag. Dat hebben we nog gezien. Hier komt Iserbiet dan toch weer terug bij Tupalik. En raakt hij er nu van af. Met zijn tweeën binnen uit de post. En dan moet het ja, in de eindsprint maar gebeuren zeker. Tenzij hier onze kleine man uit West-Vlaanderen definitief afstand neemt van Tupalik. Dat zit er aan te komen. Vooral hier bij deze demarrage. Wat ploegt hij daar lekker door dat gecamoufleerde bal. Tupalik verliest een seconde of 8, 9, 10. En dan is Iserbiet simpelweg binnen. Iserbiet wint niet alleen hier in Baal, hij wint ook de trofee. Kan niet meer ingelopen worden. Tupalik is tweede op 11 seconden. Pidcock is derde op 39 seconden. Kaluwe wordt vierde op 1,5 minuut. En Yannick Peters wordt vijfde op bijna 2 minuten. Dit is de man van de dag. Eli Iserbiet.